Welkom in Liedshuis Zilver. Ik ben Huub van der Meren, een geboren Brabander. En bewust gekozen voor een bed en breakfast te beginnen in het noordoosten van Friesland. Waarom? Voor als je buiten kijkt. De dijk, het open landschap, geen bebouwing, rust, ruimte, stilte. Dat waren toch de beweegredenen. Ja. So why are you here in Piersus? We're visiting our son and his family, our three grandchildren. They live just south of here in Oosternijkerk. And as they grow so much each year, this is our best chance to keep up with them. And how do you like this bed and breakfast? Oh, it's beautiful. This is our best home away from home ever. Wat zie je nou, Dwan? Ik ga even de kamer nalopen. De handdoekjes, glaasjes vervangen, vuilnisbakjes leegmaken. En dan is alles weer up-to-date en straks de gast terugkomt. Maar het is wel een soort werk, hè, zo'n bed and breakfast. Kun je er ook nog wat maar verzinnen of net? In deze tijd is het dreig. Ja. De mensen die wachten langer met boeken. Normaal is het al dat ze laat boeken in een bed and breakfast. Onze vakantie wordt nooit gepland in januari. Dus wij krijgen later boeken, maar dit jaar wacht iedereen op het mooie weer. En Brabant, mis je dat nog wel eens? Nee, nee. Nooit een enkele keer. Nee, echt niet.